Op verschillende vaccinatielocaties was het vandaag al heel vroeg druk. Bij de RGD-polies waren er lange rijen, zo ook op het terrein van de politieacademie, waar de stichting SU4SU een vaccinatiepost heeft geopend. Reporter Zivra Goudland maakte het volgende verslag. Kijkers, wij staan op het terrein van de politieacademie, waar u achter mij ziet, een hele grote hal. De stichting SU4SU heeft weer een van hun grote vaccinatiecampagnes op touw gezet, waar ze hebben aangegeven dat vandaag en morgen tijdens de lockdownperiodes er de mogelijkheid bestaat om zich te komen vaccineren. En zoals u zelf ziet, heeft een deel van de samenleving daaraan sowieso gehoor aan gegeven. Wij gaan praten met een van de artsen die vandaag verantwoordelijk is, dokter Shalini Ramoutar. En wij gaan de vragen hoe het allemaal vandaag aan toe is gegaan en hoe het verder is afgelopen. Het was druk. Vanmorgen toen wij hier kwamen om 6:30 was het al mooi druk. Dus we waren heel erg enthousiast. De mensen waren ook enthousiast. Het verliep allemaal vlot. En ik mag tot nu toe constateren dat de mensen er heel erg tevreden mee zijn hoe we deze doorloop hebben. Wat was de meest voorkomende vraag die is gesteld voor de mensen die voor de eerste keer zijn komen vaccineren? Nou, dat is eigenlijk algemeen kunnen we zeggen dat de mensen die voor de eerste keer vaccineren een beetje bang zijn. Natuurlijk hebben ze een heleboel vragen over het vaccin. Maar onze vrijwilligers zijn zodanig getraind dat ze op al deze vragen antwoord kunnen geven. En alle bijwerkingen, everything wordt uitgelegd. En de mensen worden netjes gerustgesteld. En zodat ze het vaccinatieproces prima kunnen doorlopen. Ramoutar neemt aan dat iedereen nu wel weet dat de COVID-19 situatie in het land zeer verontrustend is. Zij zegt daarom dat mensen liever bellen naar 178 om naar advies te vragen dan naar anderen te luisteren. De samenleving moet weten dat voor ziekenhuizen code zwart geldt en voor de rest van het land code paars. Dat wil echt zeggen dat in het ziekenhuis niet genoeg plek is, niet genoeg personeel is om de zieke mensen te kunnen opvangen. En dit virus, dit variant, blijft zich maar verspreiden. Ik heb respect voor iedereens mening als je het vaccin niet wil en je hebt daarvoor je redenen. Ik begrijp het. Maar de enige manier waarop wij deze pandemie, het is geen epidemie, maar het is echt een pandemie, kunnen onderdrukken en een beetje weer uit het diepe dal van economie en sociale economische crisis kunnen komen, is als mensen gevaccineerd zijn, geïmmuniseerd zijn, het virus beter aankunnen, minder ernstig ziek worden en er minder ziekenhuisopnames zijn. Waardoor de druk verlaagd wordt en dan kunnen we snel naar een nieuw normaal. Dus dat is de drive en dat motiveert ons om deze grote rondes te organiseren. Dr. Shalini Ramoutar, de dienstdoende arts tijdens de vaccinatiecampagne van SU4SU op het terrein van de politieacademie. Ramoutar zegt dat bijwerkingen na het krijgen van een vaccin normaal zijn.